Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Minecraft video. En ja, we zitten hier waar Minecraft seizoen 2 helemaal begon. En ik heb toch wel een beetje jammer nieuws, want Minecraft seizoen 2 stopt. Nu is er al de wereld download. Dus kan ik nu ook deze video opnemen in Creative. Ik ben van plan om in deze video dan nog een gouden tour te doen door de hele server. Ik ga waarschijnlijk niet alles kunnen doen in één video van alle basissen die er zijn. Dus misschien maak ik hier nog een vervolgvideo op van. Hier begon alles zo'n beetje. Dan al snel gingen we, toen we begonnen, gingen we naar hier zo. Hier is het shopping district. Hier zijn alle winkels. Ik had zelf hier ook een winkel. Hier had ik ook nog voor heel erg lang geleden ook nog een shop. Alleen heb ik zelf laten slopen. Ik vond ja, die shop nam nogal veel plaats in. En het verkocht niet zo goed, dus had ik hier maar weggehaald. Deze shop is ook nog van mij. En hier kon je dan een ancient debris doen voor 5 diamanten. Er zijn heel veel winkels. We hadden ook zelf een zwarte markt. Die was hier zo. Hier allemaal kleine shops. Het is wel leuk om te zien dat de eerste aflevering was dit gewoon nog een ravijn. En nu is het omgetoverd tot een heel erg groot winkelcomplex. Er zijn een honingshop. Hier hebben we nog een gebouw. Tijdens die burgemeesterverkiezingen was zo. En iemand heeft zijn boot hierin laten crashen. Hier hebben we ook een vliegtuig met reclame. Reclame voor tijdens die burgemeesterverkiezingen dinges. Hier een eiland. Hier gaan we naar de Nether. Maar daar gaan we straks even in. Hier nog een mooie raket. Met die wat best veel rook achterlaat. Vind ik wel mooi gedaan. Je kan ook hier in de Nether. Het verschil tussen die portaal en deze portaal is. In die portaal zit je op het dak van de Nether. En hier zit je nog beneden in de gewone Nether. Dus hier is de gewone Nether. Hier is ook wat gebouwd. Hier had volgens mij een huisje. Ja, hier zo. Nou, dan kunnen we gelijk naar de eerste basis gaan. En dat is ook nog de basis van de eigenaar van de server. Dat is volgens mij, als ik me goed kan herinneren, hierin. Ja, hier is de basis van Gletscher. Hier kan je mooi aanmeren met de boot. Heeft hij hier een dorpje gemaakt. Ik vind het wel mooie huisjes, mooie ingang. Hier had hij natuurlijk ook zijn visjes. Er was hierheen. En dan heeft hij vissen hier. Hier heel veel koeien op elkaar. Maar ja, deze boom had hij in een van zijn livestreams gebouwd. Maar hier heeft hij dus een grote farm, een bamboe farm. Het had hem best wel veel tijd gekost volgens mij om deze shroom lights te verzamelen. Waarschijnlijk heeft dit ook heel veel bamboe opgeleverd. Al bamboe gaat daarheen. Dus moet ik even weer naar spectator mode gaan. En dan wordt hij naar boven geleverd, zeker. En dan waarschijnlijk in een van zijn kisten. Ja, hier zo. Ja, inderdaad, het is best veel. Maar ik denk dat we het grootste deel al hadden. Oh ja, zijn bijen ding. Was ik nog even vergeten. Hij had iets met bijen als in de woestijn. Hieruit haalde hij zijn honing. Maar een beetje verder van hier is de basis van Stijn. Hier heeft hij een village. Met een heel veel hoofden heeft hij hier ergens. Kijk, zie ze allemaal. Hoofden. Ziet er wel een beetje creepy uit. Hier nog een grote farm. Zijn dingen die ik nog nooit gezien heb.
Maar die ik nu wel makkelijk kan zien nu ik in spectator mode ben. Hier heeft ook nog iets random, geen idee wat het is. Ah, dat soort zijn waarschijnlijk zijn bomenvorm of treevorm. Ja, de village is ook natuurlijk goed beschermd met alle hekjes. Het meest legendarische aan zijn basis moet nog komen. Ik weet niet zo goed waar het juist is, maar het echt iets geweldig gemaakt. Oh ja, hier is het. Ja, dit is echt een knap bouwwerk. Daar mag je zeker trots op zijn. Dit is echt allemaal met de hand gemaakt, dus toch wel knap. Het moet zeker heel veel tijd gekost hebben. Ik denk wel de mooiste basis van de server. Dus, jullie hadden net ook gezien dat hier ook een portaal is. Laten we er even heen gaan, dan gaan we komen op het dak van de Nether. Laten we even naar mijn basis gaan. Laten we eerst naar mijn eerste basis gaan. Dat is hier zo. Begon alles voor mij. Dus hier heb ik wat zitten bouwen. Eerst was ik van plan om hier een heel dorp te maken, maar uiteindelijk is het maar, zijn het maar 3 gebouwen geworden. Hier bij mijn andere basis heb ik iets veel groter. Alleen dat had ik nooit echt goed ingericht. Ja, dat is echt, dat heeft me ook al best veel tijd gekost. Ik heb het een beetje onderschat hoeveel stone ik hiervoor nodig heb. Ja, helemaal niet ingericht. Volgende keer maak ik een kleiner gebouw. Dat is het makkelijker om in te richten alles. Ik had hier wel een automatisch soort van sorteersysteem. Dan kan ik alles gemakkelijk sorteren. Maar goed, dat was het al van alles wat ik had gedaan. Oké, ik ben hier weer bij het shopping district. En dit was toch even vergeten te doen. Als we hier vanuit het shopping district steeds naar deze kant gaan, komen wat leuke dingen tegen. We beginnen hier mijn Starfighter uit Star Wars. Die had ik een. De mensen die mijn kanaal een tijdje zien, kunnen je misschien nog herinneren uit de video's. Dan komen we hier. Komen we het mooie standbeeld tegen van Peter. Dat is mooi gedaan, het vrijheidsbeeld. Ja, hier hebben we nog een verlaten gebouw. Die is volgens mij gemaakt door de sidekick van Peter. Dat is de persoon die dit heeft gemaakt. En dan komen we hier, dit is van Jarin. Dit is een, hier met de Belgische vlag. Ja, hier is het. Zijn er allemaal appartementen. Die is volgens mij gemaakt door Daily Arnos. Hier had ook nog eens een village omgetoverd die in de buurt is. Even zien. Ja, hier is het. Heeft hier wat moois van gemaakt met een fonteintje. Ah, hier komen wij de basis van Wiebe. Hij woont hier in deze berg. Dit vind ik wel leuk gedaan, dat hij zo'n per kleur een beetje gesorteerd heeft met een shulkerbox. Zo, hier de diamanten. Wow, hij heeft best veel. Ik wist niet eens dat hij zo rijk was. Hij heeft meer diamonds dan kolen. Of misschien heeft hij het meeste kolen nog ergens anders liggen. Hij had ook ergens een vuurtoren gemaakt. Wacht, die vuurtoren komen we straks wel tegen. Hier is er nog een kasteel, die is niet volledig afgewerkt, maar ja, ik ben wel benieuwd van hoe het eruit zou gezien zijn als het volledig klaar is. Want wat er nu al staat, vind ik het al best goed gelukt. Mooi klein schattig huisje. Iedereen kan zo goed bouwen op deze server. En dan kom ik zo af met mijn lelijke bouwwerken. Ja, dat is hier van Pieter. Dat is ook zeker een treeform. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Hier had ook nog zo'n iets gedaan met berries.
Ja, we kijken hier nog wat. Tony is daar zo. Dit is een beetje zo'n een berg met allemaal gezichten van Minecraft spelers. Zo, hier zo kan je zien allemaal gezichten van de spelers en van mensen die op de server zitten. Doet me een beetje denken aan Mount Rush, volgens mij. Ik weet niet of dat de naam is of niet, maar voor die een bekende berg in Verenigde Staten. Maar dan hier in de stijl van Minecraft. Hier was ook een ingang van een metrosysteem. Hiervoor moeten we naar beneden gaan. Dat is logisch, want de metro is altijd ondergronds. Hier het metrosysteem. Best wel lang mee bezig om alles uit te graven. Ah, hier is het vuurtoren. En ik wou net zeggen dat dit huis ook mooi is. De meeste mensen hier dus kunnen wel goed bouwen. Hier is de basis van Brandon. Hij heeft hier een ik vind het een vooral de bomen vind ik mooi. Van alles wat hier staat vind ik het bomen hier het mooiste op dit plekje. En hier zo'n dit is duidelijk zijn beginnersbasis. Ik kom jullie bevrijden. Ja, loop vrij weg. Jullie zijn eindelijk vrij. Hier heeft iemand een flink stuk op hakken. Ah ja, hier is het Colosseum van Shura. Dat is een van de eerste bouwwerken van op de server. Nu ik hier toch ben bij de basis van, niet basis, maar dit bouwwerk van Paddy, kan ik ook misschien even toe gaan naar de Mesa Biome. Die is hier ook in de buurt en daar heeft ook iemand iets leuks gemaakt. Het moet nog even laden. Er heeft een groot ruimteschip gemaakt. Dit is gemaakt door Gaming Teenager. Het is gebaseerd uit iets uit een serie of film. Ik heb die serie of film nog niet gezien. Ik ben ook wel benieuwd van hoe dit eruit zou zien als het volledig was afgewerkt. Maar ik moet zelf niet heel veel zeggen, want ik heb mijn grote basis ook niet echt afgewerkt. Ah, hier hebben we het huisje van Milan. Volgens mij is het gebouwd door zijn sidekick Sheep, als ik me nog kan herinneren. En dan laten we verder gaan. Hier hebben ze ook nog wat. Ja, ondergronds hadden ze vooral gewerkt. Hier hadden ze groot stuk uitgehakt en hebben ze wat hier en daar wat zitten bouwen. Terwijl ik eigenlijk op zoek was naar een andere basis, ben ik nog een andere basis nu tegengekomen. Dit is van Miranus. Hij is een van de nieuwere leden op de server. En heeft hier een mooie toren gebouwd. En uiteindelijk was hij hier ook nog waar hier ook nog allemaal huisjes maken. En dat kan ik nu even niet tonen, want hij heeft het afgewerkt. Maar dan heeft hij dat gedaan in zijn video, ook in Creative. Dus ja, check zeker zijn video als jullie het nog dit willen zien, maar dan beter afgewerkt. Ah, hier hebben we nog de basis van Aaron, oftewel Aaronski. Hier heeft hij een boot en heeft hier ook nog zo'n crafting table. En het is wel een leuk verhaal van hoe deze crafting table hier terecht is gekomen. En dan moet je, ik kan niet allemaal nu uitleggen, maar moet je de video zien van Aaronski. Is best wel leuk gemaakt. Vooral wat toen de dimmapper nog was, kon je echt zo mooi zien die crafting table zien. En dan hier nog zo'n handige automatische farm. Hier is zo'n kerk, zo'n kathedraal. Dat hij, volgens mij was hij in Polen en wou een kathedraal namaken. En daar was hij mee bezig in een van zijn livestreams. Ook was hij van plan om een Chinese muur te maken. Van plan om even ook hier even een boot te nemen. En even gewoon
varen. En dan ben ik heel erg benieuwd waar we zullen uitkomen. Ik heb echt geen idee waar ik zal uitkomen. En ja, ik wil ook bedanken om te kijken naar deze video. En ik heb lang niet alle basissen laten zien in deze video. Maar als je wilt dat ik nog een basis bekijk, laat het dan even weten in de reacties. Dan zie ik je weer terug in de volgende video. En ja, ik vraag me af waar ik eigenlijk naartoe zal varen.